Moi, nous, on se monte, on work, en de régulier zaken, maar u weet, we hebben nu ook het maken met zware regen. Dus die wegen en vooral het bestuur, zoals Wanica Zuidoost bestaat, merendeels uit uitgestrekte zandwegen. Dus daar heb ik wel heel veel werk. En qua machines en brandstof, dus dat zit ik wel ermee. Maar ik probeer door middel van burgerparticipatie toch een aantal zaken aan te bewerkstelligen, waaronder infrastructurele werken. En zijn burgers in Wanica happig om met de regering te werken om een oplossing voor die slechte wegen? Dus tot nu toe kan ik eerlijk zeggen, elke keer als er een beroep is gedaan, of soms komt de samenleving zelfs naar ons toe, te gaan naar de bestuurskantoren en te spreken af met de bestuursambtenaren van ze willen inkomen met brandstof, of wij als commissariat dan kunnen voorzien van machines. En dat gaat, het gaat wel goed hoor. Dus de samenleving begrijpt wel dat we in een moeilijke crisis zitten en dat we als commissariat, dit is al het tweede jaar, dat we bijna geen financiële middelen uit de centrale overheid krijgen. Dus we moeten het maar doen met onze mensen in het district. Op regionaal niveau. Want voor dit jaar hebben we nog geen financiële injectie gehad. Dus we zijn afhankelijk van bedrijfsleven en ook de samenleving die ook helpt. Ik laat mijn bestuursambtenaren tijdig het veld ingaan en dan tijdig rapporteren. Desondanks dat ik geen machines heb, moet ik wel op de hoogte zijn van wat er in het district gebeurt. En wat ik moet aanpakken en wat prioriteiten geniet. En wat ik doe is op mijn beurt, hoe ik geen machines heb en de financiële mogelijkheden beperkt zijn, dan doe ik een beroep naar de instanties die dat wel hebben. En in deze gaat het om openbare werken, die eigenlijk ons vaak helpt met ons infrastructurele werken. Dus dan schrijven we een brief naar de instantie, OW of directeur, en dan komt er wel hulp van daaruit. En deze dan een ander onderwerp. We hebben begrepen dat de president, waarschijnlijk in de hoedanigheid als partijvoorzitter, onlangs op leiding was, een vergadering van de VHP, heeft bijgewoond en daar zou hebben meegedeeld dat u vervangen gaat worden. Heeft u daar iets van vernomen? Nou, ik heb het ook vernomen, maar ik heb het ook via media vernomen. Maar u weet, broeder, dat alle zaken, vooral deze formele zaken, formeel moeten lopen. En tot heden heeft de president mij niet uitgenodigd voor een gesprek in die richting. Dat hij ontevreden is. En ook dat mijn partijleiding mij ook niet in kennis heeft gesteld dat er misschien binnenkort een verandering komt. Maar klopt het dat er veel klachten van u zijn of binnenkomen op het districtscommissariaat? Als er klachten zijn, dan zijn het meestal klachten uit misschien partijstructuren of de samenleving. Dat is een beetje onduidelijk voor mij, want ik heb regelmatig contact met de DR en de RR. Ik werk samen met ze. We hebben elke maand of in een maand zeker op zijn minst 2 keer of 1 keer een meeting. En daar bespreken we zaken, maar het is nooit echt zo gebleken dat men ontevreden met me is. Maar in geval dat het zo is, kan het ook zo zijn dat momenteel het commissariaat, toen ik heb overgenomen, wel beschikte over 3 tractoren en een grader. Maar die hebben die ministeries wel teruggenomen. Dus LCV en OEI die tractoren teruggenomen. En recent nog 2 weken terug heeft Defensie die grader teruggenomen. Dus ik heb wel beroep gedaan via DR en ik heb de president ook kennis gesteld. Ik heb instanties kennis gesteld en de minister ook per brief of we die machines nog door mogen gebruiken, want in 2012 was het in Breuklin afgestaan aan het district. Dus in geval dat het wat ruis uit de samenleving komt, denk ik dat het komt omdat ik dan misschien dan de infrastructurele werken niet op tijd kan aanpakken. Maar dan doe ik dat middels brief, omdat ik dan genoodzaakt ben om dan OE dan in te roepen voor hulp. En dat duurt soms een poosje. Maar qua mijn werk kan ik dan aangeven dat ik ook plusminus 20 jaar bestuursambtenaar ben en in verschillende districten heb gediend. Dus die know-how en die ervaring is er wel. Ik heb gewerkt met een aantal DC's en ook in een aantal districten. Ik denk niet dat het bestuurlijk werk nieuw voor mij is. Ja, maar over die vergadering op leiding, daar was u niet bij? Nee. Ik ga naar geen enkele politieke vergadering. Ik ben burgervader, dus ik stel me altijd neutraal op. En ik heb geen enkele politieke kleur als ik op mijn stoel zit om werk te doen. Ik werk voor de samenleving en voor de Surinaamse natie. Maar tot nu toe heeft u nog nooit een klacht gehad, nog van de president, nog van de vicepresident, nog van de minister, dat ze ontevreden zijn over het werk? Dus vandaar dat het een beetje anders is overgekomen bij mij. Omdat tot de dag van vandaag er nooit een gesprek is geweest in die richting van dat men ontevreden is met mijn prestatie of met mijn werkwijze. En geen enkel van die instanties, en de president ook niet. Ik heb recent nog 2 dagen eerder, tezamen met de president, grondbeschikkingen uitgereikt, waarbij ik ook een toespraak had in het sportcomplex. En ik heb de president ontmoet, waarbij hij dan mij eigenlijk niks te kennen heeft gegeven in die richting van dat hij misschien niet helemaal eens is qua mijn werk.